Met dit dubbel zitten we in de vierde partij van de wedstrijd. Na drie enkelpartijen staan de treffers voor met 2-1 door winstpartijen van Casper Teluun en Pepijn Leppers en een verliespartij van de Deen Karsten Ekehold. Coach Jan Vlieg heeft nu gekozen voor Casper Teluun en Karsten Ekehold. Zij spelen tegen Barry Weijers en Martin Katsjenov. We zitten hier in de vierde game met de stand 0-2 in het voordeel van de Rotterdammers. We maken dan een sprongetje naar de stand 5-5. Aanval van Casper Teluun. En dat resulteert in de voorsprong 6-5. En dan vraagt Alfred de Jong, de coach van FVT, een time-out aan. Eventjes toch nodig om zijn jongens te proberen op te peppen. Want ze staan dus achter 6-5 in die vierde game. Dan weer de aanval van de treffers goed afgerond door Casper Teluun met de stand 9-6. Nog 2 punten te gaan. Weer Casper Teluun met een goede backhand. 10-6. Nog 1 puntje en de partijwinst is binnen. Komt hij weer. Barry Weijers, hij slaat in het net. En dat betekent 3-1 voor de treffers en ook de pauzestand in de wedstrijd 3-1. Ja, ik denk dat dat een mooie partij voor het publiek was. We kwamen 1-0 achter door het precies spel. Daarna bij de kant tactische aanpassing gemaakt en actiever gaan spelen. En vooral druk gezet op een backhand en dat verliep heel erg goed. Is het toch een nadeel dat je niet regelmatig traint met de Deen? Nee, we kennen elkaar goed. We hebben van tevoren afspraken gemaakt over hoe we het gaan aanpakken. We kennen elkaars kwaliteiten en dat probeer je dan zo goed mogelijk te benutten. Na de pauze gaat kopman Casper Teluun van de treffers met 0-3 onderuit tegen Barry Weijers, de eerste man van FVT. Vervolgens is er een eenvoudige 3-0 winst van Pepijn Lebbers op Martin Katsjenov, zodat de treffers op een 4-2 voorsprong komt. Dus een herhaling van vorige week, 5-2 winnen, is dus mogelijk. En dat zou een uitstekende start betekenen voor de treffers in deze voorjaarscompetitie. Laatste partij gaat tussen de 46-jarige Deen Karsten Ekehold en de 18-jarige Patrick Oei van FVT. Hier oneenigheid over deze bal. Tegen de zijkant of op de tafel? De arbiters beslissen op de tafel, dus 4-1 voor FVT. En dan gaat Jan Vlieg een time-out aanvragen. Ja, beslissende vijfde game. Dat moet natuurlijk anders voor Karsten Ekehold. Hij moet deze partij eigenlijk winnen om op een 5-2 winst uit te komen. Inmiddels zijn ze van tafelhelft gewisseld naar 5 punten. Ekehold staat op 9-7 voor. Ja, en hier 10-7. 1 puntje nog slechts voor de Deen. En dan betekent dat dus die ruime overwinning voor de treffers. Maar Patrick Oei, hij neemt het initiatief en komt heel sterk terug in deze slotfase. Komt hier op gelijke hoogte. 10-10. Nog 2 punten te gaan voor een van beiden. Ja, en hier wordt het 10-11 voor de jongeling uit Rotterdam. Laatste punt misschien voor hem. Oh, Ekehold, hij verslaat zich weer. En dat betekent 2-3 voor Patrick Oei. Maar toch de eindstand 4-3 voor de treffers. Ja, we hebben gewonnen, maar zo kort na de wedstrijd voelt het als een nederlaag. Verklaar dat eens nader. Ja, dat is niet te verklaren. Onze routinier die staat 7-2 in de vierde game. En verliest die game met 11-7. Komt met 4-1 achter in de vijfde game. Klein incidentje over een randbal of niet. We nemen een time-out. En daarna komt hij weer op de winning streak. Ik geloof dat hij 8-3 had. Toen nog 10-7. En hij speelt als een kip zonder kop, speelt hij het uit. Onbegrijpelijk. Niet meer te bereiken, niet meer alles vergeten.